Beste badmintonvrienden, het is natuurlijk heel fijn dat ik als voorzitter een boodschap aan jullie mag vertellen zo aan het eind van dit jaar 2018. We hebben volgens mij weer een fantastisch jaar achter de rug. Met daarin natuurlijk ook weer heel veel hoogtepunten, zoals bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap in Den Bosch, Eredivisie, maar natuurlijk ook de Dutch Open in Almere. En we hebben natuurlijk op verschillende kampioenschappen, met name EK's, op badminton en parabadminton, hele mooie resultaten gehaald en zelfs medailles. Iets waar we natuurlijk met veel trots op terugkijken. Maar we gaan natuurlijk ook weer het nieuwe jaar in. En voor het nieuwe jaar hebben we heel veel plannen om met elkaar die badmintonsport nog op een hoger plan te brengen. En ervoor te zorgen dat er steeds meer mensen gaan badmintonnen en steeds meer mensen die sport, die al heel leuk is, leuker gaan vinden. Maar eerst gaan we natuurlijk genieten van de feestdagen met familie en met vrienden. En daarom ben ik ook heel blij dat ik mede namens het bestuur en het bureau jullie hele fijne kerstdagen mag wensen. Een mooie jaarwisseling en natuurlijk een gelukkig en gezond 2019. En dat we in 2019 met onze plannen een heel mooi badmintonjaar tegemoet gaan. Met mooie resultaten en heel veel plezier. Ik wens jullie een hele fijne tijd toe.